Wandelcoach is rot. En niet alleen omdat het heerlijk en leuk is, maar ook omdat het bijzonder goede effecten heeft op onze psychische en fysieke gezondheid. En het is doorgedrongen tot politiek en zorgverzekeraars. En mede... Hé, lekker, dankjewel. En mede door onderzoek wat Agnes van den Berg allemaal gedaan heeft. Dus ja, ik ben wel benieuwd, Agnes. Je bent heel veel bezig met onderzoek naar effecten van de natuur. Maar wat betekent natuur nou voor jouzelf? Ja, ontzettend veel. Eerst woon ik in de stad. Maar ik zag in mijn onderzoek dat er, ja, welke effecten het had. En die waren zo sterk dat ik dacht, ik moet er zelf ook wat mee doen. En dat is een hele belangrijke reden geweest om te verhuizen naar een huis. Niet zo'n groot huis, maar wel met een hele grote tuin en lekker buiten te wonen. Ja, dat is prachtig hier. En ja, ik ben ook enorm gelukkig dat ik sinds 2 jaar nu ook een eigen kantoor heb. En dat heb ik zo dicht mogelijk in de moestuin bijna gedaan. Zodat ik elke keer als ik even vastzit in mijn werk, dan kan ik zo even naar buiten lopen en dan... Dan bied ik wat en dan loop ik even lekker buiten en dan, dan ga ik weer verder. Oké, dus je past precies toe wat je in je onderzoek hebt gevonden. Ja. Hey, en voor jouw werk als wetenschappelijk onderzoeker, kun je dan ook buiten werken? Ja, dat zou je wel denken. Dat interviews en zo kun je natuurlijk heel goed buiten doen, maar eigenlijk doe ik die niet zo vaak. Het is toch vaak online of in een laboratorium. Maar wat ik wel echt doe, is dat als ik vergaderingen hebben, bijeenkomsten en het is hier en het kan maar enigszins, dan gaan we gewoon buiten zitten. Oh ja. Ja, dat is wel grappig, want dat merk ik dus ook bij mensen die ik coach, dat ze veel meer naar buiten gaan. Hè. Een gesprek met een collega of een gesprek met een manager, een klein overleg, dat kan heel erg goed buiten en ik denk dat dat echt een trend is. Wil je alles weten over het onderzoek naar wandelcoaching? Kom dan op 3 oktober naar het Wandelcoach Festival. Meld je aan via de link en je bent heel erg welkom.